een weekend dat druilerig wordt qua weer. Maar muzikaal dat al zeker niet is. Dit is de Q-top 40, de beste hits op basis van airplay, streaming, trends op socials en jouw likes in de app. De Q-top 40. Dit is het begin van je weekend. Jana de Wilde. Dit is de Q-top 40, editie 161. ...10 vandaag, 17 dalers kunnen we... Met Desire op plek 3 vorige week. Tate McRae en Greedy, een van de snelste stijgers vorige week, stond op 2. Nummer 1. Meteor met Eigen Schuld. Q-top 40. Q-sounds. Headlines. Het is vrijdag, dat betekent dat je weekend... Poppunten, spectaculaire duels en de talenten van de toekomst in actie. Vrijdagavond is de aftrap van jouw weekend. Want vrijdagavond is jouw keukenkampioendivisieavond. Kijk de optredens van Ryan Castro en Vicente Garcia. Leer salsa dansen in de salsa tent. En zing je favoriete Latin tracks mee bij de Phonics Latin Karaoke. Phonics Presents. Festival Macumba. Zaterdag 22 juli, Oude Kerkenplas, Amsterdam. Win deze week kaarten op Phonics, Phonics.nl en de Phonics app. Voor al die telen. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje. Freddy Morera. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door XXL Nutrition. Live vanuit het Roommate Aitana Hotel. Vanaf het Amsterdam Dance Event. Ook te zien via YouTube en Slam TV. NOS op 3. Ryan. Hij zou making headlines this morning, an Oval Office address coming to the American people tonight about the recent Hamas attacks against Israel. We have a preview. Plus, a step in the right direction for public safety in Zumbrota. We are sharing some new details in the city's police department situation. And we have a warming trend coming here shortly in the next few days. I'll tell you how warm we're going to get coming up. Live from your local news leader, this is KTTC News. President Biden is expected to address the nation in prime time tonight. Good morning, everyone. I'm Kelsey Marrier. This comes after his trip to Israel this week. He is expected to make a direct appeal to Americans to continue funding the wars happening abroad. The address will come on the eve of the White House requesting more than $100 billion. The news starts now with breaking news. We are following breaking news this morning out of Savannah. Thank